Gewoon zoiets als het kijkt naar de video. Om mijn kanaal ook goed slaaf te leggen. Ja. En is het strong as fuck, boy. Ja, je kunt toch 31. She told me put my heart in a bag. And nobody gets hurt. Now I'm running from love. I'm not bad. So I'm making it worse. Now I'm digging up a grave for my past. I'm all. Vandaag verder allemaal en zie ik gewoon een video. Zometeen met de volgende weekend. Gasten, welkom! Hey! Welkom bij deze nieuwe vlog. We zijn bij de Waal in de ochtend door de Waal, de week voorbij. Het is prachtig weer. Even na, de trein gaat het onweer een beetje, maar het maakt allemaal niet uit. Ik begin te lek van, ik moet heel kort vloggen, want de vroeg is bijna leeg. Ik heb geen oplader, ik heb een oplader bij mijn powerbank, maar die ben ik helaas. Hij is niet goed opgeladen, maar in ieder geval, ik heb een leuke dag gehad verder. Een hele mooie week gehad verder, dus dat ga ik in het nieuw weer. We zijn bij de Waal. Mijn auto's komen eraan. Zoals je het eens kijkt, weet je geen duimpje op, maar toen geen touw in het kanaal. Helemaal top. En het waait goed. Ik heb mijn vest aan. Heel golvend water hier. Daar staan we. Ik weet niet.
Wat voor weer? Ja, regent gewoon weer, maar ik hoop dat het goed komt allemaal. Een stukje lopen, hoe het kan. En ja, we gingen gelijk van in het weekend. Spik op een beetje. Ja, maakt niet uit. We zijn aan het fietsen. Ja, voor ons was gezellig over de oma. Die is trouwens ook getrouwd, soms is het maar een beetje. Geniet je ook van je weekend, geniet je van je dag, geniet je van mooi weer. Ja, mooi weer, nou ja, we gaan het doen, dus ik bedoel het 4 keer zegt. Het is goed winterig. Zijn filmpje hier, het kijken van deze video weer weekend toch. Met klaarmaken voor vakanties en zo. En, ik heb dus een korte vlog opgenomen op die opstaat. Ik kan gooien, sorry dat ik het niet gevlogd heb, was heel moe gisteravond. Maar verder is het een tof vlog. Het is heel moeilijk om emoties en gevoelens te praten. Ik ga natuurlijk niet alles online gooien, dat heb ik natuurlijk wel. Maar het is in ieder geval heel winderig. Oostgeheim is een weekendvlog, Miranda Bos, Daman vlog, Amy's World, heel groot in jezelf, lijken dan meer in kanalen, superleuke kanalen. Dus check ook de vorige middagvlog van mij, ook superleuk, gewoon met Miranda samen. En check mijn vlog kanaal, ook superleuk kanaal. Geniet lekker van je weekend. Nou ja, alvast goede zondagmorgen. Dan zie ik nog een video. Doei doei! Welkom bij een nieuwe video, een nieuwe weekendvideo, weekendvlog. Mijn naam is Dewan, 15 jaar. En vandaag ga ik jullie kort wat uitleggen over mijn afgelopen week. Afgelopen dagen, dienst vertellen en over de voorkomende vakantie. Ik ben helaas de oplader van mijn tablet vergeten, dus ik kan niks. Dus ik heb een tablet met een oplader van andere banen thuis. Ik wil kort wat je hebben over de afgelopen zondag, dienst en middag gaan doen. Ik hoop dat mensen het kunnen volgen, alder, geen stukje. Ik heb even gekeken of de camera scherp staat. Dus ik wil even zitten. Ik ben even bezig, dus ik moet even regelen. Zo, ja, let's go. Dit was een Sky's nieuwe video, mijn naam is Stefan. Welkom voor je vlog. 500 jaar inmiddels. We zijn druk met vakantie voorbereiden. Druk met zondags dingen, de kerk, met werk en zo. Maar in ieder geval, laten we gewoon beginnen met een nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. Gisteren was ik zaterdag groot, verder ben ik op Loma geweest. Ik ben bij Werdebel geweest, die zocht komt midden van Leiden. Dan wordt dit keer een weekend vlog van 2 dagen. Helaas niet 3 dagen, ben ik vergeten of hij heeft te zoeken. Maar ik ga het op mijn schema dan veranderen. Ik heb een kleine mededeling voor jullie. Dus weet je het ook meteen. Wat ik gewoon alle aankomende week staat op vakantie gaat, dat ik op mijn schema veranderen. En dat.
Ik heb inderdaad weer zo'n mooie dienst gehad in de kerk. Dat is fantastisch in de kerk. Gemeente municipaal heeft gebeden. En voor mij gebeden voor de vakantie gebeden. Dus wel. Ik ga in de kerk misschien vakantie moeten hebben. Dat was wel tof. Over nieuwe abonnees onder mij. Ik weet niet wie er nieuw is. Maar zoet dat je het kijkt. Want kort vertel ik mezelf. Mijn naam is Theon, 25 jaar. Autistisch. Peter Mos. Ik ben een zorgbedrijf in Randwijk, woon in Wageningen, dus ik heb begeleid. En in het weekend dus ik mijn ouders, of vlog ik, of ga ik de dag eens uit, of rust ik een beetje uit, slaap een beetje bij, dat soort dingen. Ik hou van softvlogs, ik hou van beatbox, video's maken, dus dat is gewoon heel tof en leuk om te doen. Dat wil ik wel zeggen. Ik hoef dat ik mijn ouder wandelde en ik zou thuis op een brug zit. Ik wil het even kijken. Ja, ik wil het even goed slapen. Vannacht, ik zijn best wel moe allemaal. Dus dat is gewoon niks meer te zeggen. Maar ja. Het is droog, rustig weer. Ik moet even de draden opruimen, ik moet even opruimen. Klein beetje hooikoorts, klein beetje kou, klein beetje gewoon verkoudheid. Maar ja, maakt niet uit. Ja. Dus deze week kunnen we verwachten een midweekvlog, beatbox video's, ik ga het voortaan anders doen. De ene week reviews, andere week beatbox video's. Ik gaf mijn huisgenoot Miranda mijn tip voor wat een idee is. Ik ga ook even advies laten zien. Zoals je weet heb ik veel gewandeld afgelopen week. Ik heb ook bladen, kijk dit. Ziet er niet vis uit. En even een kleine korte update over mijn voet. Zoals je weet is mijn voet... heb ik een soort van brazer om. Ik zal hem even laten zien voor degenen die het weten. Deze. Kijk. Dat is best wel lastig eigenlijk om om te gaan. Of om te hebben. Maar ja, toch is het wel goed om dat te dragen. Om te dragen natuurlijk. Ja, er zijn een paar dingen die ik jullie wil vertellen. Wil ik deze week op de planning staan. Morgenavond uit eten. Als Utrecht bokken met mijn familie. Super zin in, is werken de hele dag. Tot en met donderdag moet ik werken, moet ik nog werken en vrijdag ben ik vrij. Dus dan vertrekken mijn broer zaterdag en ik al. Zaterdag vertrekken we al naar Tsjechië. Mijn ouders gaan van de week al, geen liefde wanneer. Maar in ieder geval, dus dat. En even kijken. Nee, dat is anders. Nee, dat wil ik in ieder geval tegen jullie. Ik wil een hele fijn weekend wensen. Geniet lekker van jezelf. Niet van mooi weer. Misschien ook straks nog een stukje vloggen. Maar ik gooi de weekendvlog vanavond om 7 uur. Gooi ik het netjes online. Ja? Hele fijne zondag. God zegen. Door eens gaan. Wat een hele mooie dienst trouwens. Mooie preek van... De dominee spreken Abink. Een mooie preek over eenzaamheid en hoe kunnen we ons daartegen strijden. Zoals jullie weten, zit ik nog steeds in de strijd. De strijd gaat nog hartstikke lang duren. Ik heb in ieder geval goede gesprekken gehad met mijn begeleiding. Ik heb ook wel zeggen, ik heb in ieder geval goede gesprekken gehad met mijn begeleiding eergisteren. Ik heb met mijn huisarts goede gesprekken gehad. Ik heb een toffe week gehad. Het was warm. Dus mijn laatste officiële werkweek er wel op en dan ga ik lekker op vakantie. Dus je zult nog veel van mij kunnen verwachten deze week. Veel foto's en video's, ook dingen op Insta, Facebook, Snapchat en WhatsApp. Ik blijf gewoon lekker delen. En de vakantie ga ik iets minder delen, ga ik ook iets meer genieten van mijn vakantie. We gaan er gewoon lekker tegenaan. Gisteren moet deze week en dan zie ik voor een video. Like en abonneer en doei doei. Tot morgen. Kijk, doet hij het? Hij doet het, mooi.
dat? Wat is er nou? Nee, wat is er weer? Dat was een doeper. Oh, gaat het? Ja, gaat het. Ja, gaat het. Oké, dat is niet handig werk net, hé. Jij hebt er ook een handig. Nee, dat ga ik niet doen. Zo moet dus niet. Nee, is kip nu. Wat doe je? Wat doe je? Ja. Dave, misschien moet je even op het bord gaan kijken. Wat hoef je hier allemaal van doen? Nee, hoeft niet. Dus dat wordt gefilmd, Hendrik. Dat wordt gefilmd. Ja, ik ga het anders doen. Dat is zo veel. Waar het allemaal zoet als dat je kijkt. Ben ik weer. Ja, want het is vandaag zondag 28 juli 2019. Ik ga even iets opruimen hier. Ding op zijn zetten. Loos aan de kant tegen. Eens een keer opruimen. Het kan zijn dat je denkt van, hey, heb jij al helemaal niks van je gehoord? Vind je deelt niks? Of niks, geen weekend veel plaats. Dat kan, want die moet er vandaan gooien. Ik ga gewoon verder gaan met een nieuwe video. Sorry. Ik moet nog een dagboek schrijven. Ik heb er zin in. Dat ga ik straks allemaal even doen. Ik ben heel slecht voor opruimen. Ik heb geen steen op zo'n boek. Ik wil allereerst jullie hartelijk welkom heten bij deze weekend toch voor de derde keer. Ik ga heel kort update voor jullie. We zijn weer bij. Rond A3 in Elder geweest in de posttoezet. Mijn zusje is ook geweest, mijn ouders zijn mee geweest. Ik heb hondje Molly op schoot gehad. Mijn hondje Molly. Is mijn ding een beetje op. Ik ga hem vasthouden. Kijken hoe het lukt. Het lukt. Maar als ik een mooie dienst gehad vandaag, mooie zondag gehad. De deur zit open, als je denkt van, waarom staat de deur open? Nou, maakt niet uit. Je weet wat ik wou zeggen, de deur zit open. Dus je weet het, een powerbank. Voor mijn hoofdtelefoon, voor mijn telefoon, sorry. En die ga ik even hier neerleggen. We gaan straks aan de oplader leggen. Het weekend was op zich al te doen. Ik zal kort even vertellen wat er precies is gebeurd vanavond. We hebben vanavond gegeten met elkaar. We hebben een duimstamppot gegeten. Mijn zusje was erbij, mijn broer en mijn ouders. En we hebben heerlijk gegeten. En
Omdat het heel erg bekend is. Het is heel erg. Dat het heel graag zit dat ik foto's maak in deze gezin. Om te delen, selfies en zo. Ik heb van het helaas geen selfies met mijn zusje gemaakt, met mijn broer. Maar ik heb vorige week al selfies met mijn zusjes gemaakt. Morgen gaan we een leuke groepsfoto maken bij het Wokken. Die ga ik ook nog delen, komt goed. Maar in ieder geval, ik ben vandaag een beetje emotioneel geweest. Ik moet het even goed uitleggen, dat het even de wereld in kan. Ik ben uit een diepe dal aan het kruipen, een diepe emotietunnel. Omdat mensen niet kunnen kijken in mijn hoofd. Ik zeg dat er oorlog in mijn hoofd is. Emoties, druktes en chaos en alle, noem maar op, al die dingen. En ik weet niet goed hoe ik dat uit moet leggen aan mensen. Dus dat is best moeilijk. Maar in ieder geval is dat best moeilijk. Maar in ieder geval, ik kan niet goed vertellen hoe het zit in mijn hoofd. Maar het is alle emoties kan naar buiten. Een mooie dienst gehad, een mooie preek gehad. Met gemeentebroeders gebeden, was ook wel tof. In deze vlog kun je waarschijnlijk een stukje sporten van mij zien. Misschien komen er andere mensen voor. Maar dan ga ik die dan niet. Ga ik dat eruit knippen? Moet ik even kijken wat ik doe. Maar goed. Dus ik had Lennox. Ga ik online gooien. Een sportvideo. Een video bij de Waal. Dat ga ik allemaal aan elkaar plakken. Ik ga het zo meteen. Over 2 minuten ga ik het online gooien. Ik word om 7 uur. Dus het wordt kort voordat ik hem klaar heb. Hij komt rond kort over 8:30 komt hij online. Ik ga elke dag. Ik ga niet meer iedere dag vloggen. Daar ben ik even heel duidelijk in. Ik heb goed duidelijk zijn in deze vlog. Dat ik heel druk ben momenteel. Ik ben druk met vakantie regelen. Druk met werk. Sport. Wonen. Ook met familie dingen. En mijn familie vind ik iets meer rust moet nemen. Ik zou of meer nog misschien naar buiten gaan vloggen. Ben ik vergeten. Maar dan ga ik ook elke weekend wandelen. Dan kom ik van de week alweer. Dus, hierbij ga ik de weekend voor afsluiten. Ik ben op maandag, dinsdag, woensdag gewoon met nieuwe vlogs, nieuwe video's over autisme. Dit keer gaan we het over autisme en 3 dingen in je hoofd. Of oorlog in je hoofd gaan we het over hebben. En ik ga het ook over hebben hoe je het beste om kunt gaan met veranderingen. En hoe je het beste in je vakantie gewoon kan genieten van je vakantie. Dus daar ga ik het over hebben. En nu weet je, dat ga ik dus doen. Ik heb de vlogs van Groot Sinsel gekeken. Ik heb Lucia Barretto gekeken. Superleuke vlog, check haar kanaal. Like en abonneer ook haar kanaal. Superleuk kanaal. Op aan de 570 of 80 abonnees. In ieder geval, ik weet het, toffe dag gehad, verder tof weekend verder gehad. Gisteren gezellig bij opa en oma. Bij de Waal lekker gezeten, lekker gechilled. ik ga lekker beneden naar water drinken. Morgen lekker bokken, morgen werken. Deze week fris week. Zou ik zeggen, liken en abonneren. Vergeet niet te abonneren en te liken. Drukke belletjes, niks meer mee bewezen. Zie je voor een video. Fijne zondagavond. Doei. Tot morgen.